boopy doopy doopy doop, boop boopy doop. Krijgen we de farao op hand. En de Basenji. De Bodenko. En de Schermia de Letta. So Mr. Birk, they're all yours and they ask you to pick out six of them. And then to place three. Deze vijfde groep, dames en heren, is eerder een groep met wat vreemdere honden in, die we niet zo frequent zien. Bijvoorbeeld de eerste, de Canadian Eskimo Dog. En dan ook nog de Groenlandhond, dat zijn er twee die we zelden zien. IJslandhond, net achter de Siberian Husky. Was Kutaspets, zie je ook niet aan de dagen. En er was ook een Japanse spits, helemaal achteraan dan, die witte wolk. Dat is een Japanse spits. Die zwarte lippen dan, die zwarte neus en die pikzwarte ogen. Heeft het effect dat hij altijd lacht. En dan de Siberian Husky. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Genoemd naar de Inuitstam die zich Huskies noemde. En ze gingen ook de honden zo noemen. En alles gebeurde in Siberië. Dus de Siberian Husky. Gefokt op snelheid en vooral snelheid om de sleden te trekken. En kracht, uithoudingsvermogen, je ook iets wat in die hond zit, zonder meer de vastgoedaspects. Mijn voor alle werk, maar vooral toch de jacht. Goed formaat om wild uit te jagen ook. Maar hij is ook een goede waker voor hof en erf, zonder twijfel, de vastgoedaspects uit Zweden. En dan de kleinste van de spitsvariëteiten. Dus de dwergspits, de spitsnaar, de publiek die groep zijn. Hij is nu très populair. Nou oui, il est mignon, sans aucun doute. Heel eenzelvig. Dat betekent dat hij heel graag zijn baasje ziet en vooral zijn baasje graag ziet. De spitsnaar of de dwergspits. De Akita uit Japan. Niet de grootste. Dat is de Tosa. De Tosa Inu. Die vooral bij de samurai heel populair was. Ook de deze. Is wat kleiner en wat minder substantie dan de Tosa. Hij is afkomstig uit Japan, dat zei ik al, maar van de bovenste archipel. De archipel men Akita noemt, vandaar is hij afkomstig. Helemaal bovenaan. De Basenji. Komt van onze vroegere kolonie, Congo. Waar hij vooral bij de pygmeeën heel populair was. Hij moest zo'n beetje het kamp proper houden. Hij zorgde ervoor als er vreemdelingen kwamen om ze toch goed aan te duiden, want echt blaffen doet hij niet. Hij hurlt. Dat is een heel speciaal geluid van de Basenji. En dat heel typische staartje dat goed vast op de rug zit. En dan krijgen we zo dadelijk de drie op het podium. Monday evening on YouTube, you find the film that you can download for free. Eh? Okay, thank you, sir.
doopy 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 doop, boop boop doop.